helemaal niks, maar Feyenoord houdt er wel de druk erop. Hier is Narsing. Doornstra. En die schiet hem schitterend binnen. Zo wordt het nog 2-2 in de eerste helft. En doet deze wedstrijd qua spektakel al niet onder ten opzichte van de editie van vorig jaar. Jens Doornstra. Derde met blessuretijd. En een droge knal. Is Feyenoord van een slippertje daar. Is hier Berghuis. Berghuis, dat is goed. Oh, dat is de goal voor Feyenoord. Want Hapsloten maar daar ligt nog binnen. In de 63ste minuut. Waar het begint bij een fout van Maradishvili. Deze aanval. Maar na de glijpartij van Maradishvili. Blijft hij daar op één lijn met de bal. Er is bovendien geen VAR, dus dit gaat niet meer teruggedraaid worden. Kan hij ook nog anticiperen als die bal nog van richting veranderd wordt, Haps. Gelegenheid, linkerspits. Dat is echt wel. Doet het prima. Bottingin. Schot van Senesi! Ja, die is van de schitterende treffers dit seizoen, hè? De omhaal was al uitermate fraai, maar deze knal die leidt tot de 1-1. Goeiedag, hé. Even controleren en leg hem anders even lekker precies in de kruising. Ook pas ook helemaal niks meer tussen. Geertruida. Geertruida met de voorzitter en dan gaat hij er nog in ook. Doet Feyenoord het weer in de allerlaatste minuut van de extra tijd. Maakt hij zijn eerste in de Eredivisie, Bannies. En is dit vooral het doelpunt van de opluchting in Rotterdam-Zuid. Vorig jaar leverde het Feyenoord een gelijkspel op. Die late goal van Toornstra. En nu doet Bannies het. In de vierde minuut van de extra tijd. Op het moment dat je het totaal niet meer verwacht. Berghuis neerleggen, goed neerleggen. En daar de goal, prima. De corner. En daar de voorsprong Geertruida, die voor de 1-0 zorgt. Dat zeiden we al eerder, maar deze zal toch wel blijven staan. En Geertruida is ook los. Scoorde tegen CSKA Moskou. En knikt hem hier ook prima binnen. Berghuis. Berghuis. Ja, daar kan je niet in de wedstrijd zitten. Maar nog wel een strafschop. Er heel hard in schieten. Dat doet Berghuis bij deze. Overtuigend ingeschoten. Oh, heb je dan als keeper de juiste hoek te pakken? Kom je er nog niet bij? Doornstra. Kukçuk. Oh, geweldige goal van Kukçuk. Bezig aan een van zijn betere wedstrijden dit seizoen. En dat bekroont hij met een geweldige uithaal uit stand. Akif VF, toch niet de minste. 111 interlands voor Rusland. Is hier kansloos. Flappend schot van Kukçuk, prachtig geraakt. Streep. En het duikpunt van Akin Veje. Die hem wel licht toucheert. Die is uiteindelijk te vergeefs. Kan draaien, komt niet voorbij de eerste paal van Overeem, komt weg. Terug Berghuis, Jurgensen, terug Berghuis. Er stonden er nog een paar en dit is Geertruida! En die maakt 1-1. En weer komt Feyenoord dus langzij. Geertruida, de doelpunt te maken. Die onlangs in de Europa League alles scoorde tegen CSKA Moskou in dit stadion. Zorgt nu voor de gelijkmaker.